Nee, ik. Als jij klaar bent, dan ga ik eruit. Ja, ik ben klaar. De streamer staat aan. Ik zal mijn laptop even de comments section bijhouden. Want het gaat altijd helemaal. Helemaal Wappie met los die. als jij Ja, staat. helemaal loes hoe. Ik zal eens even zeggen. Strimma online. Altijd een hoofdletters. Ja, zou ik Rens eens even uitnodigen zo meteen. Hup, invite Ik ga apart. alvast ook erin. Dan hebben we al wat viewers natuurlijk. Debug en StreamPy. Mooi man. Een goeie toch of niet? Ben je er blij mee? Tuurlijk, hartstikke blij. Je doet het eigenlijk allemaal voor jouw goedkeuring. Dat is een beetje de rode draad in mijn leven. Mooi, mooi. Krakabaga en Wippa. Waar? Ja, dat is de ondertiteling. Als je iets naar beneden scrolt, zie je onderaan Beek, dan zie je staan Krakabaga en Wippa. Even kijken. Waarom... Ik zal Rens even in berichten sturen. Hij zit in een call, zie ik. Hij zit in een call. Zien. Zullen we er maar gewoon met twee gaan, een duootje? Hoppakee. Hoppa, gaan we. Even zien. We hebben al twee kijkers, inclusief mezelf natuurlijk. Ja, dat kun je natuurlijk gewoon zien als mensen online komen. Ja, maar ik zal eens even kijken wat de comments zijn, of er comments zijn überhaupt. Zieke Gimma, Team Wippers en Bal Dippers Galore. Die wel. Maar Aldo is er dan weer niet, hè? Dat is ook weer typisch. Ja. Nu iedereen kijken. Iedereen kijken of nooit meer strimma. Nooit meer strimma. Even. Ja, heerlijk sperm. Oké. Okay. Even kijken. Ah, dat is toch. Liegebeest. Heerlijke spukken. Als Aldo niet kijkt, dan Aldo op de hele tijd af te geven op ons. Hè? Van, oh ja, leuke game. Goede stream, jongens. Echt een goede stream. Is hij er zelf nog niet? Lekker het bulletje erbij. Nee, ja, ik ben gek. Lipton. Lipton Original Sparkling Iced Tea. Dat heb je hier dus niet, hè? In Engeland, Sparkling Iced Tea. Ah, nee? Nee, deze heeft Antoine, een vriend van mij, meegenomen uit België. En nee, want daar was hij afgelopen weekend. Hier heb je alleen maar van die zonder prik. Ja, gek. Gekke Engelsen. Nou, Erik heeft in ieder geval de strim aan. Zeg ook dat jullie zo'n idioot als president hebben. Ja. Bizarre gek. Strimma is go. We moeten wel echt voor de bagga gaan, hè, als we kunnen. Hé, hey, daar heb je hoeka. T-bakka in je bakka. T-bakka in je bakka. Ja, het is wel belangrijk dat als we T-bakka doen, dat we echt ons geslacht positioneren op de hoofdhoogte. Hè? Niet bij de voeten, maar echt het kruis in het gezicht. Ik hoor de laatste paar jongens op straat. Ja? Met een beetje straattaal. Die. Claymore set. Alright, that's enough. Ja, ik ben één keer gecheesed met porno kijken. Toen had ik mijn brakka op de enkels. Dat betekent volgens mij dat hij betrapt is. Ja. En hij had zijn broek nog op de enkels. Ja, de brakka. Ik had de brakka nog op de enkels. Wat zijn voor mooie gasten. Heb je ze uitgenodigd voor de klein of niet? Ja, dat begon ik ook vroeger ook wat voor porno ze dan keken. Maar toen werd het heel snel ongemakkelijk. Battle Royale. Ja. Oh, het geld. Oh, echt. Get to the safe zone. Nou, zeg maar Sven. Jij bent teamleader. This is here. Let's go. Hostile dropping into the area. Laat maar. Aldo is er. Aldo vindt het fijn dat je het even vertaald voor de noobs. Ja, maar ik moet wel even nadenken, want cheese, dat ken ik niet. Ja, maar brakken op de enkel is het wel vrij duidelijk. Ja, toen dacht ik, wat is brakken ook weer? Ah, dat moet wel broek zijn. Ook alweer, als je me dat ooit geweten hebt. Buis in de anus, dan zeg ik ja, dit zal wel iets met porno kijken te maken hebben. Laten we eerst even looten hier, want als je nu die bounty oppakt, dan vliegt hij veel verder natuurlijk. Ja. Ik ben niet van dat. Links landt een gast.
Woe, bitch! Nee! Kankers! Ah, wacht, hier. Wil je hem hebben? Nee, ik heb een car. Ik heb een soort van car. Hier, nog een krat. Doe maar even één geweer dan van die twee. Ik heb alleen maar een single shot wapen. Ja, tuurlijk. Ik hoor iemand lopen trouwens. Oh, kut. Nee, die wil ik graag. Oké, dag meneer. Pak die. Found a pistol. Maar dat werkt dus niet. Jawel. Oh. Ja, boeien, laat maar. Ik pak hem wel. Ik hoor hem ook lopen. Even hoor, even platta. Hoor je hem nog? Nee, misschien als we de... Ja, ik heb geen kogels alleen. Hier liggen kogels. Zullen we nou gewoon de scav of de bounty pakken? Dan zien we hem misschien. Ja, dat we doen, ja. Bounty target identified. Slot the bastard. Here I go. Kijk, 200 meter. Hey, hij zit links van ons. Dat is denk ik een decoy grenade. Nee, gegooid heeft. Zie je dat? Nee. Zit op de map? Ja. Yeah. Dat is 100% een decoy. Ah, hij zit... Ja, hij rent er nu wel heen. Contact. Wil je erop afgaan? Dan kunnen we dat looten namelijk. Nee, laten we even gaan looten. Laten we even die bounty opwachten. Mooie oezee. Ik zit helemaal op het dak hier. Ik denk dat ze in die heuvels ingaan als ik het een beetje goed lijkt te zien. Doe jij een deur open? Ja. Ik ga even looten hier. Let's go. Hoe zit je? Ja, ze gaan de heuvels in, zie je? Ja. Kankerflikkers. Vieze lafaard. Oeh, rood katje. Rood katje? Je hebt altijd geluk, hè, Maus. Ja, jongen. Ze zitten nog op dezelfde plek. Waar is dat dan? Nou, dat is... You're being tracked by an enemy team. Stay sharp. Fuck! Kankersooi! Heartbeat sensor. Zo mooi als we elkaar een beetje hunten. Op 25 meter. Welke kant uit? Die kant was hier. I'm going. 20 meter. Hij loopt onder ons. Hij komt hier omhoog zelfs. Hij kwam hier omhoog. Hij is naar beneden gevallen. Eentje down. Ik ga linksom. Ah, kut, hij heeft me gedowned. Waar is hij? Ja, ik kan niet taggen, want ik lig op een raam. I'm going. Ik denk dat ze elkaar lopen te reviven bij me. Team Wippa. Nice. Lekker. Kom ik nou snel bij jou? Kanker. Via... Kom eraan. Oké, okay, I've got you. Dat is toch alweer een Team Wippa, hè? Zo, 360 revive. Lekker, man. Tuurlijk, jongen. Die bounty komt ook hierheen, let op. Ja. Herlaat je. Ik heb geen schildjes, maar jij? Nee, ook niet meer. Hij loopt links van ons. Heel hard opgaan. Ja, die moet elkaar hebben. Die moet elkaar hebben, 100%. Kijk hoor. 25 meter, het zijn er twee. Je zit inderdaad recht waar ik naar kijk. Daar bovenop zit er eentje. Je zit helemaal bovenop gaan zitten. Ik word ook nog gehunt, hè? Ja, ik know. Ik denk dat we elkaar hebben. Eentje zit hier sowieso helemaal bovenop. Net niet zien. Ja, dat is onze bounty target. Track time expired. We lost the target. Ook die ene gast die linksom in de gaten loopt. Ietsje hoger. Wie moet ze hebben? Jou? Ja. Ik zit hier heel triest beneden. Ik heb wel een kratje zitten hier beneden. De ene gast is omgelopen, maar ik zie hem nog steeds niet. Zie je nog op de hardbitta? Hij is helemaal de heuvel in gegaan. Enemy spotted. Zie je nog op de hardbitta, of niet? Nee. Hier zijn. Body armor. Dan ga ik even platen. Hij is helemaal naar boven gekomen, dus hij wil ons... Hij zit er bovenop daar toch, of niet? Ja, waar ik hem gecheckt had. Dus... Enemy UAV overhead. Die toren zat er ook eentje hier. Enemy UAV overhead.
3 UAV's gekocht. Laten we maar gaan doorlopen. Moet nog een bounty. Nog een bounty pakken? Ja, is goed. Hier ligt er één. Waar is deze bounty? Een helikopter. Does anyone need this? The enemy lost track of you. You're safe. Objective is to eliminate the bounty target. Heb je een bounty? Ik heb bounty gepakt. Yo, is dit dan voor... What the fuck? Dat is een soort juggernaut. Yo. Hij wordt geschoten uit die helikopter. What the fuck is dit? Wegwezen, Sven. Nooit zoiets gezien. Jezus Christus, wat is dat voor geluid, joh. Zullen we maar een beetje richting de cirkel lopen? We kunnen een Lodda kopen. Ah, ja. Wil je links een Lodda kopen? Ja. Hebben we dat per cirkel? Wel, moeten we snel zijn. Leg je helemaal neer vast. Pak die Bountita. Ja, hard doorlopen, want het gaat mis. Oh ja. Oh god, Sven. Oh nee. We hebben ons zelf aangedaan. We gaan een eindje lopen. Oh, zit dan. Ik ben gesniped? Ja, van achter? In één keer down. Geen, kon je zien of van achter was of niet? Well done. Nee, ik weet niet. Dat kan je zien, hè? Ja, maar ik wilde mijn... Ah, kut. Hoe heet het? Ik wilde mijn sprint inzetten en toen was ik ineens weg. Hoe kan dat nou? Het gaat natuurlijk helemaal mis. Maar vandaar ben ik denk, godzijdank. Het lijkt wel of die... Ratchet? Ja. Oh, ik word ook gesnipt. Misschien zijn het toch die gasten die in het begin tegen die toren in was gegaan en boven gelopen. Kijk, ik dacht ik uit het gas liep. Ze liepen gewoon in het gas nog. Oh, lekker. Tekken zijn... Oh ja, dat was wel mooi. Eén kogeltje. Ja, enig idee van de waar of niet? Nee. Yo, nee, van achter. Geen, ja, van schuin achter dus. Ja. Ik weet helemaal niks, Sven. Ik hier boven en ik zo kut. You're the last one on your team. Finish the job. Jezus, wat zijn van gasten, joh. Kankerflikkers. Ik moet naar die heuveltjes zien te komen, naar die rotsjes. Good. Yo, goeie hoor. Ja, kan je niks van zeggen. Nee. Had mij ook al... Best wel netjes. Kijk, ik ben een rechte lijn aan het doen. Een waardig gespeeld van Sven. Kijk hoe weinig damage die ook heeft. Zo gênant. Kanker, wat een kankerpot. Ik kan het ook gewoon niet. Met deze wapens kan ik het gewoon niet. Ja. Nog eentje. Ik vind die wapen zo ziek kut, ik kan er gewoon niet mee mikken. Ja. Ik snap ook niet waar je moet mikken, ja, het puntje natuurlijk, maar... Ja, nou, dit was even inkomen. Nou ja, zeg maar niet inkomen, het is gewoon gênant, ik schaam me dood, man. Zit daar een grote mastodont Aldo te kijken? Wil je toch een beetje een goede indruk op me maken? Ik heb je zo'n potje. Dat is toch gênant, man. Ja. Moet Aldo wel niet denken van ons nu, ik durf het niet eens aan te zien. Nou, had volgens mij sowieso al niet een auto gepet van ons op. Dus. Nee, dat is waar. Een hele lage pet had hij op. Ja. Dat zegt hij ook regelmatig, hè? Ik heb jullie zo laag zitten. Ja. Nou, eens even kijken. 2, 4... Het is hier echt... Ik ga de airco maar weer aangooien. Nou ja, maar wel een teamwipper, hè? Een team... Ja. Jammer dat we geen T-Bagga hebben kunnen doen. Daar had ik echt zin in. Van echt een goede bagga. Ja. En wat niet eens kan nog komen... Goed. Zeker. Gewoon een goede sexy bagga. Eentje waar je zelf ook stiekem een beetje opgewonden raakt. Toch? Ja, waar je gewoon hard van wordt. Ja. Lekker man. Zo. Ben je aan het doen? Cashewnoten eten.
Nou, godverdomme. Was weer matig, hè? Ja. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Ken je dat programma Masterchef? Dat je dan moet koken voor een paar bekende chefkoks. En dat er dan steeds mensen afvallen en er één chefkok overblijft aan het einde. Dat is wel gehoord, ja. Hebben ze een opdracht? Er gaat zo'n chefkok, die doet het dan één keer. Zeg maar, niet voor hun voor, maar gewoon voor de kijkers thuis doet hij het voor. Zegt hij, ja, dit moeten de chefkoks vandaag maken. De meest ingewikkelde gerechten. En zegt hij, ja, de chefs hebben er 15 minuten voor. En vandaag let ik dus even op het horloge van die chefkok die het de eerste keer maakte, van die Michelinster. En die doet er gewoon 3 kwartier over. En dan zegt hij, ja, de chefs hebben er 15 minuten voor. What the fuck? Fucking flauw. Wat een naam van het troll. Ja, toch? Ja. Is dat niet leuk voor die mensen? Nou, zal ik nu de drop aan maar zetten? Ja, is goed. Battle Royale. Does anyone need gas to approach it? Wat een mooie auto, hoor. I need this. Waarom? Sexy drop in. Er was sexy. Ik zie geen afstand, kut. Ik wil meteen wat team bip aan doen. Nu! Let's go, dit is wel gewoon echt op het dak landen, hè? Ja, tuurlijk maar op het dak. Hij ligt er wel binnenin, maar dat maakt niet uit. Ik ga op het dak landen, nergens opletten. Hop! De andere doet achter me aan, pak de wapens in, pak hem! Eliminate all targets. Nog één achter ons. Zijn achter ons ook. Down. Bagga! 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 Er komt er nog één ergens aan. Ik ben in paniek, Marcus. Ik ben in paniek. Ja, die ene gast werkt naar beneden. Oh, hoor, een gesnuit. Dat is de overkant van een ander hooggebouw. Oh ja. Die had ik wel een beetje geraakt. Ja, ik ga naar beneden, hoor. Ik ga naar beneden aan de andere kant. We staan nu op een balkon. Een heel of heel fijn plekje, trouwens. Ik zie echt iemand af. Die heb ik wel hoor, die. Ik probeer wel weer naar binnen te kruipen. Meer het hoekje. De beste plek. Ja, meer dat hoekje. Zeggen. Ja, kom aan. Ik vloog recht op die gast aan. Dus ja, ik zag het wel af. Wat ga je pakken? Hier gewoon binnen aan de onderkant? Ja. Nee, wacht even. Je zal ook een gast zitten, want er lag je natuurlijk een scarf die nu weg is. Even een plat erin doen hoor. Aan de overkant is het ook lekker druk, of niet? Ja. Die gasten zijn weg joh. Zullen wij gewoon richting die Bounty lopen dan? Ja, waar we net nu, die kant waar we nu heen gaan. Zou er nog een beetje loot liggen boven? Nou, denk ik niet. Laten we maar gewoon gaan naar die Bounty. Via dit gebouw. I'm moving. Hier ligt ook een. Ik hoor nog een kracht, snel naar binnen. Als we niet op het dak gaan staan, dan zien ze ons natuurlijk overal. We gaan naar die flat toe gaan. Deze flat toe gaan we in. I'm moving. Een boksoe? Ja, ik heb een boksoe. Oh, mag ik die? Nee, jammer. Dat is echt een chill wapen hoor. Ja, ik heb geen afstandswapen. Oeh, er wordt Lodda, nu al gekocht. We gaan die bounty pakken, Sven. Hier dus, hè? Ja. Omhoog. Snel omhoog! Kankerdeuren. Zo naar, hè? Dat je dan een deur wil sluiten. Gooi jij eens een plaatje neer? Ja. Oh, heb je hem bovenaan de trappen staan? Oh, ja, maar kijk wat uit deze lootbox komt. Een handpistool, een molotov en 30 kogels. What the fuck? Dit is ook een fijn auto. Closing in. Silence MG, nou die pak papa. Waar is die bounty dan? Does anyone need this?
Ben, ligt beneden. Ja, tuurlijk! Gaan we erheen? Even kijken hoor. Het is wel kut, we kunnen een beetje via de... Kunnen ook deze flat toe op, even? Ja, tuurlijk. Probeer hem gewoon. Hier naar boven? Ja. Dat is wel gevaarlijk wat ik nou doe, hè? Ik ga wel binnendoor. Waarschijnlijk word ik in mijn rug gepakt. Moeten ze flikken, joh. Ze weten dat ik hier ook zit. Oké, we're inside. Scan for movement. Ik ga zullen op die hoge flat toe zitten. Kan niet anders. Heartbeat sensor, ja, 40 meter, oh. 40 daar meter? Ook. Ja, ook op die andere vlak. Die was redelijk in de... Ren jij nog? Open. Ah, ja. Ja, ik ren nog. Ik ben nog aan het loopen. Maar waar is die 40 meter lopen? Dan? Gebouw links, die. I'll go this way. Oh, rechts. Oh, nee, dat is 60 meter. Zijn, misschien zat hij in de lucht. Hij is, hij is en daar bovenop staat hij. Contact. Wacht even. Die pak ik. Ja, laten we niet doen, joh. Gaan we wel, toch gaan. Als je stil gaat staan, pak ik hem. Down. Laat hem afspringen, Sven. Laat hem afspringen. Nee. Naar beneden. Ik ben beneden, hoor. Andere flat in. Ga ik hier weer omhoog? Ik ben eraf, Sven. Ja, ik ben ook beneden. Ik zit in die flat naast je. Vind ik hier gewoon een C4, wel een geschenk. Ik wil niet zeggen, ik zei het nog, maar. Ik zei het nog. Ja, een beetje gaan schieten. Ja, nou, bovenaf van die flat. Contact! Ja, we moeten niet op die daken. Die dan lopen we er gewoon weg. Een beetje, gewoon naar de achteruit gaan eruit en naar de blauwe gebouwen. Met die kronkel in het dak. Heb je nog schildjes? Nee, jij? Nou ja, ik heb één. Nee, maar dat zeg ik even later. Laten we even naar die gebouw te gaan, naar die blauwe. Gewoon linksom. I'm moving. Niet richting de... Laten we die buiten zwart is. Ja, toch, heeft geen minuutje. Ja. Schut gaan we naar de blauwe gebouw. Hier, Rijko. En daar gaat het snel dan. Schut met de tering. Hoofd ingaan. We're out of time. Scrub the contract. Nee, dus... Het is een vervelende situatie. We moeten denk ik gewoon gaan rennen als lafaards. Ja, wat we ook zijn natuurlijk. Ik heb een mooi plekje uit. Oef, de trein proberen te halen. Oeh ja, nu zijn we fucked. Kunnen we wel een beetje naar... Die lodder komt over 20 seconden, hè. We kunnen daar wachten, daar gewoon heen gaan. Hier kan ik wachten, ja. Even gezellig hier bovenop, man. Dat is lekker. Die trein die roept me ook wel een beetje, hoor. Ja, waar is die trein dan? Ik zie hem niet rijden op de map. Oh, daar. Hij zit heel ver weg, joh. Achter de boneyard zit het ding. Loadout drop inbound. Nou, zullen we maar dan maar? Ja, natuurlijk gaan we daar. We zijn laatst een serietje aan het kijken. En toen, Superstore. Serie Query. Was er zo'n, Gas is moving in. Een gozer die, Oh, dat is wel een chill plekje. Je kan er even tijdelijk werken. In die winkel. En dat een jonge gast erin werkt ook. En zei hij: oh, let's meet at the boneyard. Dus dat is gewoon Engels voor een goede plek om te neuken. Hostile dropping into the area. Hostile, die gaat hier naar de loadout. Hier. Ja. Bijna alle kogels gemist. Armor cracked. Zie hem. Waar zit hij, Sven? Ah, nee, ik wil niet instappen, kankerding. Waar zat die Sven? Hier in de buurt bij mij? Nee, ik nee.
Hij zit er bovenop. Maar even ik denk de flat dat hij al een gate wordt. Ja. Zullen we Superstorm maar even gaan clearen? Daarvoor. Maar ja, het zit heel ergens anders. Ik dacht dat we wel een beetje richting de cirkel zouden willen gaan lopen. Kan je deze kant op of niet? Dan zit je achter die gast aan. Ja, dat was wel mijn gedachte. Ja, nou, hij zat best wel ver. Hij werd een gate. Hij zat hier vlakbij. Ik zie hem naar het boven op het dak staan, één gast. Ja, je moet weg daar, hoor. Ja, want je wordt gepakt van het andere dak. Waar moet ik heen dan? Ja, waar ik ben. We kunnen hier wel een beetje gaan wachten. Die gasten op gaan vegen die dan irritant op het dak zaten. Ik weet niet hoe ik hier op het dak kom in het gebouw alleen. Dat is het enige nadeel. Yes, we hebben Superstorm ook geschoten. Hier, links waar je zit een trap. Ja, daar loopt ook een contact. Gast. There's a jailbreak at the Gulag. You've got incoming. Daar word ik al beschoten zelfs. Klonk het. Dan ren ik even door. Run, get to the zone. Hij zit nou op het dak. Even kijken waar al die flikkers zitten. Ah, dat is mooi. Misschien dat hier wel met die gasten heen gaan komen. Ja, bij die... Lodda of zo? Bij die Lodda. Zit jij goed of niet? Nou, ik zit hier niet fantastisch, maar ik zit nog steeds op het platte dakje, eentje lager. In de superstation zie ik mensen lopen, er landt ook iemand daar. Enemy! Ik kan het nooit pakken, is te ver weg van mijn wapen. Er ligt een Lodda drop ook, ja. Ja, die gaan door de superstore, dat is één en wat tekenen. Ik kan hem wel kunnen pakken, maar... Kies ervoor om te laten leven. I know. Groot mens. Gaan we niet zo meteen door het gas gepakt worden? Nee. Dat is redelijk goed, hè? Maar wat wordt ons plan? Een beetje zelf via deze huisjes. Hier ben ik op. Be advised. Enemy team is tracking your location. Het is ook medium al. Ze moeten jou hebben. Let jij op links en let ik op... Ja. Ze kunnen eigenlijk alleen het dak via dat trapje bij mij, toch? Ja, volgens mij wel. Je kan ook bij mij het dak opkomen dan, maar je kunnen wel gesnuit worden alleen. Red wordt weer minder. Die gaat in de superstore zitten, denk je, of niet? We moeten zo wel weg eruit. Laten we maar laten we maar staan. Ja. Je altijd zal zien is dat je dan net op het moment dat je gaat lopen, dat je dan in één keer vol in je rug wordt gepakt. Ja, Hangaru in of niet? Ja, yeah, let's go. Hangu. Gasten daar rechts ook, zie je? Ja, die worden... Zullen we rechtsom lopen, anders moeten we zo in die open gaan. Nee, hoeft niet. Nee? Ja, wil je dat doen? Dat kan. Ja, nee, laat maar nou. Ik wil niet oversteken in die... Kom jij daar binnen dan? Of via de deur daarachter helemaal. Oké, als je kan zien, ik heb zweethanden, jongen. Het is echt ziek warm. Er worden wel veel geschoten daar, die kant uit. Daar lopen er een. Enemy! Voor elkaar aan het schieten. Hier eentje afgemaakt in ieder geval, fuck it. Kruid dus, Sven. We hoeven niet in de open, we kunnen ook gewoon via de huis aan de andere kant, hè? Daar liep er een, maar die is nou weg. Enemies here! Gas is inbound! Mark aan deze kant eruit gaan. En nu. Jee, geld! ja, we moeten gewoon eigenlijk. We kunnen. Doorsteken. Hier rechts. Ja, ik zie het. Ja, ik zie hem lopen zelfs. Daar.
enemy. Ik loop even iets verder. Ik weet niet waarop die schiet trouwens. Hij schiet daaronder vliegt. Daar Sven. I see movement. Rechts zit er ook een. Wil je opwachten of niet? Nee, laten we iets doorlopen. Kunnen we ze pakken, denk ik. Vanuit hier kunnen we ze wel pakken. Als het goed is. Ze rennen om, ze rennen verder door, daar zit hij nu. Enemy! Dan nog iets verder door, ze zijn met elkaar bezig. Dat wij gewoon inderdaad hier even heen lopen. Met deze hangar kunnen we ze denk ik wel op gaan pakken, deze. Going in. Ik zie ze lekker taal doen, hè. Just closing in. Zie jij ze nog of niet? Daar loopt ook een team. Enemy. Twee man. Contact. Is wel ver weg. Kunnen Run. We pakken, maar... Get to the zone. Ver weg. Want wij moeten zo naar ze toe, dus als we ze niet hebben... Hij is niet te ver weg, jongen. Maar ik had een krakka. Krak op één. Ik loop een klein beetje links op. Hé hey Maurits, krijg ik geen invites meer voor het kampioenenteam? Vriend, ik had je gewoon geïnvite hoor. Ja, echt waar. Hier zitten gasten. Ik zie het ook, sorry. Maurits, hier zitten gasten in de firestation. Bovenin? Ik hoor ze lopen. Oh, sniper, kijk uit. I'm taking fire! Het is een beetje mijn fout, hè, Sven? Ja, zeker. Gast komt eraan. Ik ben de Bruin aan het vrijspelen, Maus. Ja, we kunnen er achter langs lopen nog. Ja, dat probeer ik nu. Ah, kut, je rent ook gewoon. Ja. Er zit hier bovenop? Ja, we hebben één down. Maar dat was een team. Wat mijn dood, maar niet uit. Surviving earns a bigger point. Ah! Kanker. Hij woont nog, die rat. Kanker. Ik had gewoon zelf moeten plegen. Was een beetje... Ja, is een beetje mijn schuld. Tom Dwars niveau, zou ik zeggen. Waarom? Ja, ga schieten op veel te lange afstand. Zonder na te denken. Ik dacht wel na, maar ik dacht ik kon hem hebben. Ik had mijn gun gemount, ik had geen recoil. Maar jij deed hem natuurlijk weer niet. Nee, ik haal het niet. Maar problemen zijn er twee. En als je dan mist, het gas ging die kant op. Dus moet je naar ja, maar dat toch eentje kunnen neuken met z'n tweeën? Ja, dat is waar. Hoe denk je dat Rens erop reageert als wij zeggen van... Oh kut, ik ben er niet. Oh, ik ben helemaal niet. Ben jij? Hij zit midden achter de... Hij gaat nu linksom voor jou. Linksom komt hij. Oeh. Klasse. Hij heeft maar 0 keer geraakt. Waiting for opponent. Dat zou dus een gratis terugkomstje kunnen worden. Studenten. Studenten neukse. Neukse de... Sorry. Hé, hey, maar Rens, ik had je... Ja. Hey, maar ik had je wel degelijk uitgenodigd, hè? Ho. Ja, weet ik ook wel. Ik zat in een call met een James. Welke, James Birdbaum of Kingston? Ja, zeker James Birdbaum. Birdbaum. We hebben trouwens één doel vandaag, Rens, en dat is... Winnen. Krakka's, bagga's, wippa's. Lekker, man. Ik vind het zo mooi. Een arme krakka. Arme krakka. Ik zit in de UN. Nee, ik zit wachten in de gulag nog. Ik zat de hele tijd al waiting for opponent. Ah, nu ben ik er. Nice. Ik ben Bakka. We gaan een mooi plekje. Is er een lodda ergens of niet? Nee, er is geen lodda. Misschien gaat hij landen over 7 seconden. Hang jij ook nog in de lucht? Ja, ik ben nog airborne. Oh, dual shock battery level low. Oh, god to god. Yes, it's moving. Ja, dat komt dus. Ik stel voor... Hier zo. Vendor hier, if you need to. Ja, lekker man. Dan mogen we steken. En ik wil ook hem nog redden. Nee, laten we gewoon daarin gaan. Laten we gewoon in een van deze ossos gaan zitten. Die. I'm moving. Dan zitten we al een beetje weer goed in de cirkel, hoop ik. Ik katapulteer mezelf er nu naar binnen.
door het dak. Nee, hij mist het raampje. Choppen achteraan. Oh, ik word wel flink geschoten. Ik doe net geen... hier achterland. Ik heb geen gunna. Ga de andere huisjes weg, misschien daar nog een gunna ligt. Ja, ik zie er een. Odin. Ja, lekker maat. Oh, hier ligt nog een... LMG. Yes, ik kom eraan. Gaan, Maus! Ja, ja. Zijn we helemaal mannetjes gewoon weer, hè? Kunnen we hier maar boven? Nee, is mij niet. Kanker of zo. Oké. Kanker of zo. Die eigenaar was zeker skeer. Ja, die was super skeer, die man. Jezus. Die daar loopt erin. Enemy here! Ja, ik kan er niks mee zwinnen. Nee, maar dan kunnen we zien dat hij wegloopt. Zullen we naar deze gaan? Misschien ligt er nog wat in die... Als gaan we lekker die bergjes in. Nee, dat is een garage. Ja, misschien ligt er nog wat. Nee, ligt niks. Ik kan even van hier zicht erop. Oh. Daarachter dan? Misschien in die toren? Als we even wachten. Komt zo meteen een... Ja, dat is wel gegroeid trouwens. Zullen we het gewoon doen? Nee. Laten we even die lodda wachten. Maar dan gaan we die lodda... Ja? Sorry, ik interrompeer jullie. Een auto! Oeh, een jeepa. Die komt hierheen. Die gaat uitstappen, denk ik. Nee. Ja. Oh ja. Hij komt hier aan de kant, Sven. Ja, Team Wippa! Lekker! Ben je down? Team Wippa! Take the pain, you're fine. Mooi dom. Hou me best wel hard. Er ligt er nog een wappoe. Ik heb één wappoe voor je laten liggen, een custom Odin. Ik heb een gouden MP5, jongens, ik ben helemaal mannetje. Ik moet nog één game uit, dan heb ik de Bruin vrij gespeeld. Heb je die mijne? Dat is zo pijnlijk. We gaan dit winnen, Sven. Ik voel het. Top 13! Heb jij nog kogels of niet? Ik hoor gasten. Nee, ik heb helemaal niks meer. Ik ga hier in die kast zitten, hoor. Hij ziet mij, maar hij komt eraan, denk ik, om af te maken. Ja, pak hem eens in! Nee, hij zit bij mij binnen! Rest ik! Ah, ik wil hem doodslaan. Ik wist niet dat er nog een kamertje zat waar jij in zat. Kutzooi. Nou, toch weer 6 kills. Ja, goed. Nou, vroeger was je al blij met minimum als je een kill had. Maar... Ja, dat is waar, ja. Nou, Rens, doe je mee of... Ja, geef me even 2 seconden. Ik moet heel snel dit leveltje afmaken. 2 seconden, zeg. Dus rustig 10 minuten. Nee. Dat is, je hebt nu dat livestock. Dat is fucking snel. 1 ronde duurt echt 3 minuten. Oh, oké. Ja, prima. Ga ik even snel een plas doen. Gooi ik even de airco aan in de woonkamer. Ik zweet als een gek. En ik neem de slaapkamer even aan. Lekker, man. Geniet, Tom. Zo zeg je dat, hè? Ja, donder op, kankerspel. Soms is het zo dom, hè? Zo herkenbaar. Ik ga misschien even mijn lodda iets aanpassen. Ik ben toch niet helemaal... Ik ga denk ik gewoon... Ik maak hier de warden nodig van. Ik ga gewoon naar een kilo terug. Jongen, je moet gewoon een val nemen. Nou, ik ben daar ook weer een beetje van afgestapt ondertussen. Een val en een M13. Wat, 2 assault rifles? Ja, de val voor short distance. Voor medium short en dan M13 voor iets verder. Ja, maar jij pakt altijd Gossa? Ja, ik pak dan meestal eerst... Yes! Deze boy heeft... Lekker M13. Boy. Maar de Bruin is eigenlijk wel een heel chill wapen. Ja, die heeft Hudel net unlocked. Ik ga er niet de ding niet vrij spelen. Ik kan je vertellen dat het echt heel pijnlijk was. Vandaag de hele dag mee bezig geweest? Nou, op zich gaat het in dat livestock gaat het wel snel. Ik denk 1,5 uur. Oh. Ja, waarschijnlijk wordt hij toch genurfd of zo binnenkort. Ja, dat zal toch wel. En dan ga ik er nu dus keihard van profiteren. Ja. Ik ga gewoon met een kilo. Ja, dat is echt een scheidwapen, kan ik zo naar kijken. Maus, als je echt goed wil worden, dan moet je die ram. En als je die onder controle hebt, dan ben je wel het mannetje. Ja, ik heb die ook op een van mijn loadouts. Die is ook echt wel chill. Waar is de ram? Welke is dat?
De Ram 7. Die is level 48 bij mij, prima. Lightweight Suppressor. Nee, Monolithic. Heb ik nog niet. Misschien heb je die trouwens nog niet. VLK. Altijd VLK, toch? Nee, daar op die de Corp Combat Holosite. Waarom? Omdat... op de een of andere rare manier, ze hebben dat ik heb een filmpje gekeken, dat is getest, dat als je die Corp Combat pakt, heeft dat wapen bijna geen recoil. Welke pak jij? Welke foregrip? De Merc? Nee, Commander. En dan 50 round max en FSS Ranger Barrel. Maar let op, want de recoil van dit wapen gaat naar links en omhoog. Ik heb nog geen FSS recoil ding. Oh, kut. Dan zou ik die TAC Eclipse pakken. Ja, die heb ik, als het goed is. Ja. Nou, ga hier gewoon mee spelen. Ja. Kijk hoe dit gaat en dan heb ik als... Ja, ik kom er nu bij. Hoe heet die optic? Die ga ik er even opzetten. Corp Combat Holosite. De eerste of de tweede gelijk. Maar dan heb je niet de hele eigen inzoom, hè? Dat is een beetje voor wat dichterbij. Nee, maar die hele inzoom, daar doe ik niet zoveel aan. Mijn hond zit me echt aan te staren. Gast, het alarm gaat af. Geef me fucking eten. LMG. Corp Combat Holosite. Oké. Okay. Going to do it now. Look in the plaats van. welke barrel zei je? FSS Ranger, de onderste. Fuck it, ik ga gewoon met de M4A1 weer. Good old. Maar waarom pak je niet de M13? Die is beter. Is helemaal niet zo. Ja, maar dan moet je headshots maken. Nee, ik zag laatst die J-God video met die hele analyse. En die M13 is qua damage is die standaard nou beter dan de grauwe. Alleen hij heeft wat meer recoil. Ja, maar hij heeft toch op body en lower level limbs heeft hij minder damage toch? Dan de M4 bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hij heeft hele hoge headshot multiplier. Ja, volgens mij heb je dat er nog bij. Dat die... Laat eens opzoeken wat die J-God nou zei. Oké, okay, fuck it. Ik heb een loadout gemaakt, die is niet mijn ghost loadout, maar mijn eerste loadout die ik pak. Een M13 en een P90. EOD, overkill, battle hardened, C4 stun grenade. Come. Let's sit. Go! Leave it. Yes. Boy. Ik heb mijn hond te praten, sorry. Nee, dat geeft niet. Waarom voed je hem niet tweetalig op? Hij luistert in het Engels al niet heel goed. Nee, dat is niet waar. Hij luistert best wel prima. We hebben nu ook een personal dog trainer. Die was gisteren bij ons. Dat is wel mooi, want zo iemand denkt dan dat ze in een huis binnenkomt waar een hond alles helemaal kapot aan het maken is. En dat je dan met twee baasjes komt die dan niks weten. Ah. Ik ging ze allemaal vragen stellen. Heb je dit al geprobeerd? Ja. Heb je dit al gedaan? Ja. Heb je dit ook al? Ja. Oh. Waarom dan? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja, weet je, het is gewoon meer een beetje zo voor het bijten nu vooral. Dus daar had ze op zich wel goede tips. Dus ze zei, standaard je moet eigenlijk gewoon... Ja, dat sowieso. en dan als hij toch blijft bijten, moet je je duim achter zijn oog steken. Echt van binnenuit. En dan je middenvinger in zijn kont. Ja, exact. Nee, wat voor tips is het dan? Moet je hem dus gewoon een halsband omdoen met een met zijn lead eraan, met zijn hals. Riem. De riem, ja, met de riem. Ja. Maar dan gewoon een hele lichte riem. Dus gewoon een soort stop of zo. Ja. En dan als hij dan iets doet wat hij niet moet doen, of bij een bijtje bijvoorbeeld, dan gebruik je die riem en dan hou je hem van je af en dan zeg je En dan gaat hij dat zeg maar leren dat hij dat niet moet doen. Dus dat zijn we nu een beetje aan het doen. Maar we vinden iets te warm, om die hond heel lang een halsband om te doen vandaag, dus. Yo! Wat een zieke headshot maak ik hier eventjes, die wil ik even doen. Wat zei je, Sven? Wat voor hond is dit? Wat voor, Het is een Nova Scotia Duckhorn Retriever. Oké. Okay, nou, dit is een goede headshot, toch? Voor de chat. Dat, ik weet niet wat dit is natuurlijk. Golden Retriever ken ik nog, maar nou houdt het er een beetje. Ja, het is zeg maar de kleinste van de retrievers. Okay. Maar hij is oranje. Het is een ginger hond. Okay, nou, dat is wel deze maar even zeggen, hè? Ja, Rens, als je iemand downt,
Als iemand downt en je denkt de tijd op wagen, is hem af te maken, hè? Ik mag hem niet afmaken. Nee, dan moeten we T-Bagger doen en daarna afmaken. Ah, gotcha. Oké, okay, ja, ik snap. T-Bagger telt als 2 kills, hè? Ja. En ook je in de gulag er zelf kan bij, het, maar... Ook in de gulag kan het. Ah, goeie gulag. Lekker. Als het niet lukt, gaan we hierheen. Hoe bedoel je als het niet lukt? Wat is dit nou? Nou, als ik angst krijg omdat het te veel teams zijn, gaan we snel wegvliegen. Oh, oké. Okay. We landen allemaal op het dak. Ik heb van Aldo geleerd, ik heb Aldo heel hoog zitten. We landen precies daar. Landen we op die dakhoek? Ja, op die dakhoek. Hij ligt wel beneden, hè? Ik ga wel naar beneden. Oh nee, die kankerflikker. Ik heb hem eerder, ik ben eerder dan die gast. Ik ga hem pakken. Oh, ja, ik heb hem, maakt niet uit, ik ben dood, maar ik heb hem. Lekker mouse, lekker. Waar is die dude? Ik had shield krakken op 1. Hier staan 2 gasten, die bij me horen. Pas op, nee, niet eroverheen Sven, niet eroverheen, kom naar binnen. Oh mooi, de ene gast die mij gedownt heeft, werd door een ander in elkaar gebeukt, terwijl ik zat te kijken. Er ligt hier helemaal niks. Jongens, ik heb een krakken. Don't let it be. Ja, ik ben... waar ben jij? Ja, ik ben aan de andere kant. Kijk op die minimap allebei, godverdomme. Ik heb alleen een pistola. Ben jij zo'n op het dak? Ik ben naar beneden. Gasmes. Ga naar die gouden gatoes. Ik heb wel een wapen. Kom, we gaan snel de Chinezen. Ah ja, voor dat je dat nog niet wist, wij noemen dit de Chinees. Ja, snap ik eigenlijk wel. Time to earn your freedom, geen wapens, kut shotgun. Ik heb wel een wapen. Shotgun. Oh, ik heb hier een outfit. Lekker mousie. Ging ik met soldier? Ga ik landen bij dat gouden krat of niet? Mag je doen. Ik heb geen kogels nog, helaas. Wat moet je hebben? Moet je dit ding? Ja, dat is wel. Ja, lekker bruentje. Wil je oog? Ik heb gewoon shield. Oeh, die ga ik wel pakken. Nee, we hadden het wel in. Hoe is het daar? Nou, het lijkt rustig nu, maar ik ga even het dak op om te kijken wat daar gebeurt. Ja, laten wij naar Maurits gaan. Is heel casual hier de straat oversteken, gewoon. Ik kan even kijken wat ik kan bewerkstelligen voor jullie. Handje. Oh, daar op het dak. Got an enemy. Ik zie hem. Wil ik erop geschieten of niet? Oh nee. Schoten jullie erop? Ja. Zeker. Downed 1. Namelijk daarna mooi wegrennen. Ik heb 1 lopen dan? Ik heb 1 gedownd. Ja. Ik ga je via de ding. Nee, ik wilde niet best hun gaan engage eigenlijk. Ja, ik heb hem gedownd. Godverdomme. Oh, die loopt er eentje. Waar? Pak hem, Sven! Spel! Ja, lekker, Sven. Hey. Ja, was een teabagger geweest eigenlijk. Daar kon geteabagged worden, absoluut, 100%. Maar ik wou jou nog reviven. Ik waardeer dat je daarvoor kiest. Ik weet niet waar die gozer vandaan komt, trouwens. Kom even hier naar binnen. Kom maar. Ja, ik durf snel shieldje in. Oh, je hebt shield. Mag ik? Random. Voor de money. Ja, ik heb mijn killa gekregen hoor. Ja? Laffe Maurits zegt Aldo, ik heb toch gewoon een killa, wat is dit nou? Hier, Rens. Body armor. Laffe Maurits. Ik geef gewoon perfecte cover van afstand. En je kan dus niet tegen. Kan ik het pakken? Tuurlijk. Bovenop het dak ligt een bruin trouwens, Sven. Daar heb ik net van afsprong. Oeh, waar? Die ja, dat huis waar je nu in zit. Oh, waar ik nou in zit? Ja. Oké, okay, we're inside. Nu. Scan for movement. Ja. Hier ligt een wrecken, maar we zijn natuurlijk nog bezig met die Oeh, er wordt een loadout gekocht of iemand teruggekocht. Aldo noemt mij nog steeds laf. Ik vond het een hele tactische meester voor mij, dus af te leiden. Ik heb een armor plate, jongens. Armor box.
Waar werd die loadout gekocht? Ik denk bij de train station. Oh. Daar hoorde ik een. Of een. Mijlen ver weg. Ik heb dat ding naar boven gegooid, Muis. Ja, Claymore set. Fight, inderdaad. wat maakt nou uit? Ik zit toch in het huis? Oh, kut. TV Idol. Dat zijn altijd fijne momenten. Zo'n veilige plek. Wat een gezeik voor jullie altijd de hele tijd door. Hè? Ik ga heel even kijken, want volgens mij kunnen. Ik schrik me dood van die. Ik kan het helemaal niet horen. Nee, ik denk het wel. Want anders had ik het wel gehoord van Ali. Party settings. Hey, Mouse, je ziet het er weer grappig uit. Oh ja, always allow. Nee, het werkt niet meer. Oké, we gaan naar de laatste, jongens. Ja, ik moet even die platebox pakken, snel. Jezus Christus. Ja, ja, goed. Het duurt weer lang. Dat zorgt er wel voor een beetje chaos. Nou, ik heb er gewoon een keer aan gekregen, zelfs. Ineens van chaos, het is gewoon een meesterzet. Oh, die gasten dood? Heb je die gasten gepakt ook gewoon? Ja. Nice. Op het dak, 2 kogels. Hij stak zijn hoofd er bovenuit. Hij was waarschijnlijk fors geraakt door jullie. Dit was mooi. Ik wilde door die deur buiken. Jij deed hem tegelijkertijd open. En daardoor kon ik er niet doorheen. Echt? Ja. Oké. All supply boxes found. Solid work. Trouwens, ben je bekend met de uitspraak? Ik heb een Bruin. LMG. Ben je bekend met de uitspraak? If you ain't the scab, you ain't the man, Rens. Nee. Nou, nu wel. Een uitspraak van... Ik toch even... Van niet? Van Fornes. De uitspraak luidt dus... If you ain't the scab, you ain't the man. Snap je het of niet? Oeh, Reckon activated. Maar waar? Ja, daar, die kant uit. Op de oh, ja. We gaan het niet. We kunnen die heuveltjes hier in opwachten. Dus misschien wel lachen. We kunnen ook een lodda kopen. Ja, we gaan in de heuvel, ik ga ze opwachten. Eerst hun pakken en dan doorlopen en een lodda kopen. Ja. Bij dat standbeeld. Beetje open aan de achterkant, maar geen verder meer. Ze zijn klaar. Ze zijn klaar nu. Moet je niet. Choppa. Ik zie ze niet meer. Kut. Een helikopter. Ja, ik zie ze wel. Daar lopen ze. Met een skill. Contact. Ah ja. 1 man. Een schild. Is het 1 man, denk je? Kan er bijna niet. Ik ga ze flankeren. Maar ze komen eraan. En hij draait erom. Hij is waarschijnlijk gezien. Ze hebben een beetje... pushen, Mouse. Hij loopt helemaal rechtsom. Nee, hij loopt daar nu. Hij gaat helemaal weg. Contact. Hij gaat naar die laatste osso. Hij gaat het huis in. Hij is in het laatste huis. Waar je nu rechtsop afloopt, Sven. Die, ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij alleen was. Ik zie hem. Friendly loadout on the way. Waar zit hij? Hier ergens. In die osso nog, hè? Nee, hij is buiten. Hij is hier weg aan het rennen, of niet? Zullen we gewoon naar de loadout gaan? Ja. Got gas inbound. Ja, hij kan ons wel aan de rug pakken, want hij liep hier ergens, maar hij scheet hem volgens mij een beetje. Kunnen we nog even proberen te vinden? Ah, fuck it. Pak eerst al de loadout, joh. Heeft hij naar beneden gegaan, Sven? Nee, ik heb gekeken. Misschien is hij naar zijn eigen loadout gegaan. Totaal niet. Ik zie hem niet meer, nee. Gaan we voor Gossa of gaan we dan niet voor Gossa en kopen we dan een Gossa? Ja, voor Gossa. Nee, we kunnen 2 dingen Gossa kopen. Ja, we kunnen kopen ook. Ja, is goed. Zo, zeker niet en kopen. Niet en kopen? Oké. Okay. Nou, dat doen we dan niet zo. Lafspel. Ja, dus... Nee, hoeft niet. Nee, niet Ghost en dan een tweede loadout kopen. Oké. Ja, dat is mijn idee. Rappi, kun je daar? Heb je genoeg, Sven, met het geld? Jongen, kijk eens wat een tas. Van cash. Boom. Ah, dan kan ik even die nieuwe broer gaan op die nieuwe ram gaan proberen. Friendly loadout drop on the way. En ook een UAV'tje misschien? Ja, lekker Mouse. Hier moet ik los gaan. Ghost met POD. En MP5'tje. Vlaggetje doen? Tuurlijk. Ik heb een M13. Ik heb een M13 trein hangt. Ik heb een M13 en een Growl. UAV is bingo fuel. Nice. RTB for resupply. Een ram en een val. Wie gaat er nou terug?
Ga je Rens? Huh? Nee, ik ga even kijken of iemand op die trein zit. Ik kon hier ook langs. Nadenken! Gisteren en ik hadden, Rens en ik nog, of Sven en ik nog een prachtige endgame. Dus dat we lagen aan de rand van de level, hier op de grens. Zit er iemand op, Rens? Nee, ik zie niemand. Helemaal leeg, hè? Zullen wij er gewoon op gaan zitten, helemaal naar het midden van de map gaan? Ja, waarom niet? Oké, dat wordt wel spannend. Ik wil wel een beetje te stoppen. Ik lig hier tussen de kratoes in, hoop ik. Oh, hier kan je restart doen. Voor wat? Ik heb alles al. Ik lig naast me, ga naast me liggen. Nee! Ik wil geen T-Bagger zijn. Zeg, gaf je mij nou een T-Bagger? Ja, ik gaf je zeker een T-Bagger. Waar gaan we eruit dan? Gewoon in de tunnel? Nee, gewoon ergens in het centrum. Gewoon kijken hoe ver we in het centrum kunnen komen. Wat ik voorstel is zelfs hier. Hier eruit gaan en dan naar die gebouwen gaan. Ben je er beschoten? Nee, er zit een Trophy System meer, maar dat ging niet helemaal lekker. Nee, dat is prachtig. Dat is eigenlijk wel een goed idee. Ja, maar hij staat niet zo goed. Enemy UAV overhead. Zo prachtig, die zitten drie op die trein liggen, met die campen. Ik voel me net zo gevlucht te slaap. Oh, dat werd heel hoog, jongens. De jet is hoog. Kut. Sven, jij hebt de voorkant van de trein, ik ben op de achterkant. Ja. Ja, dit trein zal wel laag worden. Je hangt in de lucht? Fuck. Of je zit over de trein? Oh fuck. Moet ik een beetje aan de kant gaan dan? Nee, er is altijd iets vertraging, hè, met die Ik zie hem. Waar? Op? Waar? Ja, het zit aan die achter. Bovendag. Jezus, zeg het dan! Eén is het dan? Ja, welke kant denk je dat ik opschiet dan, Marius? Ja, dat zag ik dus niet. Ja, ik zei toch, jij kijkt naar voren? Nee, maar ik kan toch alleen naar voren schieten? Nee, maar je schoot is naar achteren. Stil in life. Oh, ik dacht dat je mij wel zag. Dat we oogcontact hadden. Oh nee, wat doe je? Hij is eraf. Verder. Ah, dat deed je verkeerd. Dat had je niet meer in moeten zoomen. Denk je? Ja, 100%. Je rijdt zo langzaam. Zeg jij dat niet, hoe langzaam je draaide met je... Ja, deze ook wel. Sorry, Maurits. Beginners mistakes. Lekker, goed gedaan. Ja, eerste keer... Nee, wat doe je? Nee! Dat meen je niet! Oh, de baby Tigo nog wel. Dankverdom. Ah, dat je dat toch maar mooi hebt mogen zien op de stream. Oi, wat een ramp. Nog mooi wachten om die headshot op te linen en dan zo verneuken. En dan ook eerst proberen te herladen, dan toch denken, oh kut, wisselen. Ja. Toch maar swap. En dan toch te laat zijn. En dan gewoon met 1300 damage en 1 kill in de gulag zitten. Ja, hier, 228, 2 killa's hoor. Ja, lekker maat. Ja, hallo. Oké. Okay. Ah. Blijven maaien! Net te laat. Kutzooi. Kanker! Hoerenspel. Dit is echt een scheidpotje. Ja, ik denk dat het een beetje lag omdat we... Dat we eruit gingen dat die gasten nooit op de trein zouden kunnen zitten. Maar wel dus. Maar waar ik van schrok was, hij zei... Ik zie hem. En eerst keek je naar de andere kant van de trein. Dus ik dacht, waar zit hij nou dan? En toen zaten ze gewoon vol rens. Had ik iets te laat door. Ik had wel armen krakken. Don't shoot! Ik ben blij dat we mogen kijken naar deze dude. Huh? Had hij nou een minigun? Dat zagen we net ook in een helikopter, Sven en ik, eentje. De man met een minigun. Dat hoorden we. Ja. Maar dat moeten we niet kunnen in de normal trio, toch? Ja, dat hoorden we ook. We hoorden deze zo'n angstaanjagend geluid was dat. Angstaanjagend geluid. Nog eentje dan, of niet? Ja, absoluut. Maurits hier valt een beetje weg. Ah, die is tussendoor waarschijnlijk wel even wat doen.
Ja, ik ook. Ik ben eventjes een klein beetje groente aan het snijden voor het avondeten. Kijk maar, die staat gewoon in de keuken. Swen will be my last. The music of the future. Prachtig dit. Lekker van huis. Zo ontzettend mooi. The music of the past. Wow. Jongens, hebben we er een beetje zin in of niet? Zeker. Ja, ik ben nu warm. Leuk om een keer zo opgeveegd te worden. Get yourself a proper warm-up. We'll be deployed soon. Prachtig, jongens. Hier, gaan we weer. Woo! Ik kan ook in een loop zetten. Het is irritant, dat is hè? Echt... Ja, dat is wel echt heel fijn. Is dat het geluid van die Glensucker, of niet? Ja. Hey, maar dit is hem echt trouwens, jongens. Daar gaan we. Zo magisch, jongens. Wat een app, hé. Hoerenkanker. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Dit is echt zo'n... zo'n hoorn die mijn je oom Robin zou kunnen hebben. Robin? Is oom Robin dan? Ja, ik heb een oom. Oh, die mag het niet zeggen. Oh. Jij hebt een oom die heet... Wie mag het zeggen? Moet ik het zeggen? Ja. Niet die sexy vrouw die... waarom ben ik geen sexy vrouw meer? Wat is dit nu? Battle Royale. Nee, soms is het gewoon heel verkeerd dat hier. Set a drop point for your team, soldier. Ik ben helemaal niet in Lumber. Lastig. Nee, ik zie het. Ik moet het zeggen, Svenny. Oh. Zeg dan! We gaan nu alleen maar flaggoes doen. We gaan die flaggoes, vier flaggoes, die gaan we doen. Maar dan gaan we net als we gisteren, net zo campen tot we doodgaan. Ja. Ja. Het wordt heel druk. Go! Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta. Oh ja, nog een mooi verhaal over oom Robin trouwens. Is misschien wel leuk voor jullie om te weten. Die stuurde mij laatst nog een verzoek. Dat is echt prachtig. Oh kut, heel druk. Waar? Overal, Arme krakka. Oh, geen kogels meer. Nee, ik ben neergeschoten van achteren. Dat doen we! Sorry. Maar leef je nog zo? Briljante droplakaat. Ja, weet je, je moet het nou niet laten zeggen, het gaat nooit goed. Maar ook Robin, die stuurde me laatst een urgent Facebook bericht. Nee, een urgente e-mail. Maurits. Ik pak daar allemaal voorbij. Zo mooi. Maurits, lees je LinkedIn even. Het is urgent. Dat stuurde hij dus via... Wacht even hoor. Hebben we deze gast roelen. You're up, soldier. Wat een kutrol. Je stuurde mij een bericht. Echt. Kut. Oh, son! Ja, lees het even voor dan. Ja, ik kan even niet. Oh, fijn dat we die secure ook hebben nu. Ja, die had ik al gepakt. Wil je daarheen of niet? Er staat een heli bij, laten we dat niet doen. Laten we gewoon ja, daar kijken net dus mensen naar binnen. Ja, dat weet ik, maar laten we even heen gaan dan. Nee, gewoon heel erg. Okay, ja. Oh. Nee, is prima. Ja, zeg maar. Ik kan hem. Ik kan hem. Nee, nu is het laat, dit toch, zeg. Dus voor mij gaan weg met de... Oeh, er zitten mensen in. We zijn deze aan die kankerhoer! Hij is weggesprongen. Hij zit hier nog een dude, Sven. Hij loopt aan de voorkant naar binnen. Ja, hij loopt daar. Moet je snel komen? Nee. Ja, ik ben ook nog aan het dalen. Ja, wat is dit dan weer, Rens? Ik kan ook die chopper pakken. Naar binnen zit de gast, hè, let op. Binnen? Ja, hier binnen in die bunker, 100%. Waar is de gast heen dan? Een gangtje waarschijnlijk. Hè? Bagga!
Is hij dood? Ja! Met z'n drieën. En nu Ik wil hem nog even onderspuiten. Een triple bagger. En dan op je neus geslagen worden, zo mooi. Nou, dit is toch 100%. Wacht, ik ga even die drone. Even kijken wie erin zit. Wat een bagga. Oh, rent ze naar de volgende bunker toe. Nou, nah. Hey Aldo, dat jij maar getuige bent geweest van deze triple bagga. Hele fijne. Ook met z'n drieën naast elkaar in het gangetje. En hij had ook een goede skin, zo'n hele mannelijke skin. Extra vernedering. Aldo, kan je dit clippen? Aldo, kan je dit clippen? Hebben jullie al een gun of niet? Ja, ik heb net een Static Dreams op weten te pakken heel snel. Zullen we gewoon die supply run pakken? Waarom niet? Nee, maar dan kunnen we, ja... Dat hoeft niet, dan kunnen we ook wel eens doen. Daar zijn ze aan het schieten. Pak hem niet, pak hem niet. Laten we gewoon naar achteren hier langs lopen dan. Zullen we deze bounty pakken anders? We weten in ieder geval waar een team zit. Triple bagga. Ik had dat hij een beetje een grote mond had. Dat past het niet, hè? Ik vind het wel classy van die gast dat hij zichzelf niet heeft afgemaakt. Ja, dat hij gewoon even afwacht ook inderdaad. Zes kogels, heel chill. Nou jongens, laat maar zien. Zullen we deze gaan pakken? Ja, maar. Bounty target has been marked. Kill him. Ik heb... Oh, dat zijn die gasten in die kanker, Haley. Maar het er gewoon niet, of niet? Ja! Zullen we met die Big Bird ergens heen gaan rijden? Of het, gaan we gewoon lopen? Ja, je wilt de vlaggetjes doen, toch? Ja, nee, die hebben een bounty. Ja. Ik zou ook wel... Ja, gaat naar links. Ja, ze lopen nu een schank terug naar die heen. Wacht, nee, ik dacht ik snipe ze gewoon. Enemy UAV overhead! Maar dat is precies waar natuurlijk. We zijn. Maakt niet uit. Hebben jullie al guns of niet? Ja, ik heb een LMG met 50 kogels. Dit kan niet heel veel. Ik loop gewoon even hier verder. Even langs die muur, zodat iedereen mij kan zien op de airport. Ik heb ook een Minna. Maar wil je wel die gasten gaan pakken of wat is het plan? Die zitten dus in die... Oh ja, ze zitten daar bij die heli. Ja. Ik ben weer neergeschoten, dus ik de hele probeerde neer te halen. Ja, die ene gast die... Ja, die is gewoon aan het afleiden. Gaat eentje vliegen inderdaad. Kan je er achter die muur komen, Maas? Nou, ik lig wel achter die muur, ja. Mooi met z'n allen ingetrapt. Ja, goede afleidingstactiek man. La 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 la. Achter hem geschoten, dat is een hele fijne. Weet je vanaf waar? Ja, achter mij ook. Langs die muur. Maar waarom is Sven zo ver weg dan, joh? Wat is dit nou voor waanzin? Ja, dat weet ik ook niet. Ja, ik weet niet wat het plan is. Ah, ik ben een survivor, maar ik dacht, jij loopt wel even mooi mee. Nou ja, maar niet uit. Misschien dat we zo meteen een kron kunnen pakken, Sven. Gaan! Ja, die bounty is nog steeds actief. Ik zie hem ook nog gewoon. Hij staat op Maurits lijkje. Doet hij mij een T-bagger? Nee. Oh ja, nou ga ik... Ik ga hem wel even omver rijden. Oh, daar gaat hij vliegen. Nou, ga ik even verder met mooi verhaal van oom Robin. Hey neef. Ja. Mag ik jou wat vragen? Heb jij verstand van leencontracten slash overeenkomst met een bank? Wil dan weten of jij iets van mij na kan kijken? Of dat wat ik heb... een zuiver contract is, of zwendel? Hij springt eruit, de Sven. Ja, weet ik. Rach hem! Ah, ja, jongen! Heb je hem nog? Oh. Net niet, nee. Kom dan. Oké, hier. Wacht even, even nog één. Het scheelt echt een millimeter. Wil dan weten of jij iets van mij na kan kijken? Of dat, want ik heb een zuiver contract of zwendel. Stuur hem even naar je toe. Of dat jij iemand kent wat er verstand van heeft... en daar even aan voor wil leggen. Nou ja, ik krijg zo'n foto doorgestuurd. Er staat er dan bovenaan. Schulderkennend contract. Tussen ondergetekende. Financieel credito financial. Adres 75002 Parijs, Frankrijk. Met een website credito-financial.com. En een heel... Ja, ik zal de persoon van die andere niet mijn oom, maar iemand die hij kent.
Een heel lul verhaal dat hij het in rekening gebracht heeft. Rentepercentage is 2% per jaar. De eerste aflossing vindt plaats na 4 maanden na ontvangst van de lening. Dat is wel waanzin, toch? Ik zeg al tegen die man. Is even belangrijk om daar snel een antwoord op te krijgen. Iemand dreigt, zoals ik het zie, in een zwendel te komen. Bekende van mij. Ik kijk er nu naar. Moment. Graag. Ik heb verder geen ervaring met een leenverstrekkers of iets dergelijke. Maar als ik er nu even naar kijk, gaan bij mij alle alarmbellen wel rinkelen. Ik denk dat het zwendel is, Maurits. Rente lijkt me sowieso veel te laag. Ja, ik denk het zelf ook. Ik heb er verder geen ervaring mee, zoals ik al zei, maar ik ga zelf sowieso nooit aangaan. Ik vertrouw het niet. Dit is geen zuivere koffie. Maar ook 2%. Ook niemand die herkent wat er verstand van heeft? Nee, ik heb er niet echt mensen die er meer van weten. Ook vreemd dat het contract in het Nederlands is opgesteld voor een Frans bedrijf. Dan zegt hij, ja, ik sprak jou erop aan omdat ik dacht dat jij voor een bank werkte, vandaar. Ah nee, ik werd niet voor een bank. Maus, bedankt. Ga ik verdere info doen. Je moet het gewoon weten. Dat het al te laat is, is een feit. Oh, die gast heeft het ook gewoon al geaccepteerd. Nou, niet mijn oom, maar een bekende van mijn oom. Dat het al te laat is, is een feit. Zo. Het is urgent. Dat het al te laat is, een vent. Ik denk dat het zwendel is. Prachtig woord is dat wel. Ja, mooi, hè? Warm-up start. Even die jongens. Eerste triple baga. Barre in de warzone. Als je eraan terugdenkt en je ligt op de grond en je ziet drie gasten op je staan door bagga. Maar ook die allemaal alleen een handpistool vast hebben. Prachtig. Nu moet ik het wel zeggen, maar nu zeg ik het dus niet. Het ging net niet zo heel goed. Battle Royale. Nou ja, aan de andere kant. Alright, ik zeg het wel, want we hadden net een triple bagga. Laten we daarvoor gaan. Ik zie nou, inderdaad geen map. Nou, we weer naar de hoge gebouwen. Sven, hebben we een goede ervaring mee gehad, toch? Down there, that's our target! Wat was er met jou, Rens, toen wij hier naartoe gingen? Wanneer? Eerder vandaag? Ja? Ging goed. Ah ja. Met die gasten dat buurtje. Ik ben er later nog een keer geweest met Sven. We gaan er meerdere heen, zie ik al. Ja, we kunnen... Skeptisch zijn vies populair. Nou, we kunnen even afbuigen. We buigen wel af naar... Dit is hier een bounty'tje. Die. Ja? Schouderlups. Neus. Gaan we niet verder, oké? Wacht even. Nou, naar die verdere, ja? Die tweede, ja. Link, die oranje takka. Ontzettend volhoudende grafkool, joh. Ik heb 2 skidoes, eentje voor Rens ook als je wil. Ah, Rens, leef je nog of niet? Ja. Ik vecht met die knuis. Ik heb 2 shotguns, dat is ook wel chilly. Ik heb een P90. Een P90, hè? Ik heb ook nog een kratto, hier bovenop ligt ook een kratto aan de andere kant van de box. Ik ga dit kratto even pakken. Denk erom, maar het kan daar druk zijn. Ja, loop ik natuurlijk daar recht in het team, ik ken die grappen. Ik denk dat het zwendel is, Maurits. Zo mooi. Maar, okay, nou. Maar was het zo'n verhaal van een... Nee, dat is echt een document tegen de toestuur gekregen. Echt een soort van... een notariële akte moest erop lijken. Ja, dat is dichtbij. Minna. Oeh, lef. Kookbels pakken. Nou, we moeten naar Rens toe. Rens zit in zijn eentje die scaf te doen. Rens weet namelijk, if you ain't the scaf, you ain't the man. Ja. Kom eraan. Kom eraan. Mortal coil, wat is mortal? Gouwe krakje. Gouwe krakaka. Gouwe krakka. Oeh. Verkeerde deurtje. Contract updated. New objective identified.
nu al een loadout gekocht, hoor je dat? Ja. Bij die zendmast. Hoge zendmast in de hills. Wij hebben ook fruit ook wel. Wil je die hoge flat op daar? Ja, daar dekt het ding bovenop. Dat is zo moeilijk verlopen. Kom gewoon met je mee, oké? Ja, dat mag. Het is een vrij land. Wel. Thanks. Wat is dit? Wit-Rusland? Minsk. Verdansk, ja, dat weet ik eigenlijk helemaal. Is er echt een plaats, Verdansk? Just inbound. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. In mijn gedachten tegenwoordig wel. In die heuvels, links voor jou, zeggen. Weet je waar die hoge zendman staat, Rens? Waar je nu heen kijkt, heen kijkt. Daar werd de lodda gekocht. Oké. Ja, daar lopen ze ook nog. Lopen ze deze kant uit of kom je hierheen? Nee, ze lopen weg van lodda. Juist de andere kant uit. Kunnen ze dan achteraan gaan? Nee, want zij hebben lodda. Die gaan ons keihard pakken. Waar is hier een buy dan? Zijn ze wel een buy? Ja, laten we gewoon die auto pakken en naar een buy toe rijden die een beetje chilly is. Kunnen we deze buy doen? Ja, zullen we met die auto heen of gewoon lopen? Ja, we gaan heen lopen toch? Oké, we're inside. Scan for movement. Die rechter zou ik zeggen, in de bossen. Ja? Ja, laten we doen. Met de auto of lopen? Laten we doen. Lopen. Altijd lopen. Altijd lopen tenzij niet. Ik heb trouwens of een platebox of een ammo box. Ah, hij zit er uit de sniperboot op die heuvels volgens mij. Maar niet op ons. Nee, niet op ons. Even weer de chat erbij pakken. Kijken of er iets gezegd wordt, zo weer niet. Ik vond me ontzettend tegen dat wij een triple bugga doen. Wat was dat? Snapshot. Derde mouse. Oh, fuck is YouTube dan weer? Friendly loadout drop on the way. Hop. Ik kom een UAV, zet hem in, oké? Ja. Is goed, jongen. Enemy UAV ghost? Over niet here. Ghost. Ah, dat is goed. Request recon flyover. Oei. Boven in die heuveltjes, vanuit de heuvels komen ze. Even schild pakken. Ik loop hier de achterkant eruit. Je ziet ze op de UAV. Oh, en geflashed. Je ziet ze op de UAV. Eentje loopt rechtsom, eentje loopt rechtsom. Eentje down. Kut! Daar zit ze. Ah, één gast dood. Daar, Mike. Wat een kankerwapen is dit, jongen. Ik zou bijna de controle kapot slaan. In die heuvels zit hier Rens. Ja, meerdere. Wat een kanker, hoor. Ja, kanker. Ik speel zo slecht, jongen. Moet hier nou ook even weg? Ik moet naar dit potje weg. Even bellen. Maar wat is morgen op vakantie, hè, Rens? Wat zegt u? Maar wat is morgen op vakantie? Oh, dan heb je natuurlijk niks mee te maken. Nee, sorry, laat maar. Ja, dit is niet heel best. Ik speel het gewoon echt mega slecht. Toch merk je dat wel, als je een week niet gespeeld hebt? Natuurlijk wel. Links midden Sven, links midden. Achter het muurtje, nu rechts. Goeie sprong wel. Ja, ik dacht ik spring op het hoekje. Hey, maar ik ga vast, ik ga even een duimpje nemen. In de rivier voor je huis. Kijk eens. Voorzichtig, hè. Doe ik. Later. Yo. Time to earn your freedom, soldier. Yeah. Your teammates gone in. Let's turn into base. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. You gave them a fucking nice. Nice. Zou ik maar een kron aanpakken dan of niet? Ja, hoeft niet. Ik kan gewoon terug in de loadout, toch? Ja, daar zitten gasten nog wel zitten, denk je niet? Ja, wat gaan ze daar doen? Wacht ja, hoor. Weg, joh. Gratis killetjes pakken, dat zou ik ook doen hoor. Ik zou rustig daar wachten. Dat is het ding. Nou, zie je? Prachtig, oké. Ik zet hem uit.